Beste mensen, we lezen weer verder bij de gedichten van Martialis. Nu is het gedicht nummer 72 uit boek 10. Frustra Blanditi, ja, je hebt wel geheten. Dus dat is uiteraard weer een lofgedicht in het geval voor Trajanus. Laten we kijken. Frustra Blanditi, venitis ad me atritis miserabilis labentis. Tevergeefs, ja, vleierijen, komen jullie naar mij. Miserabiles, hè, beklagenswaardig of jammerlijk, met, is ablativus, atritis labellis, met versleten lipjes of met schaamteloze lipjes. Nou, wat moeten we daar allemaal van vinden namelijk, dames en heren? De blanditiae, de vleierijen, dus de vleiende woorden, die worden hier aangesproken als zijn een soort personificatie. Dat is de hele gedicht lang speelt dat door. En hij zegt, jullie vleierijen komen dus te vergeefs naar mij toe. Oftewel, simpelweg gezegd, ik ga dus nu geen vleierijen uitspreken. Nou, over die vleierijen, dat beeld gaat natuurlijk uitbreiden. Miserabiles, dat is, ja, dat hoort inderdaad erbij. Ik weet niet, dus je kan het ook bij Blanditia nemen, dit is een vocatief en het onderwerp zit natuurlijk daarin. Ze zijn beklagenswaardig, want vleiende mensen, die zijn natuurlijk altijd nederig, hè, ten opzichte van anderen. Die worden een beetje vernederd. Dat is natuurlijk beklagenswaardig eigenlijk. En hoe zijn de lipjes nou versleten? Hè? Lipjes, een beetje, ja, beetje verkleind wordt het een beetje minder waardig van. Omdat die vleierijen, dus de mensen die vleien, moet ik maar bedoeld eigenlijk, heel veel die vleierijen, die vleiende woorden uitspreken, hè, om iemand gunstig te stemmen. Dus dan kan je lippen versleten raken, maar als je een andere betekenis ervan neemt, schaamteloos, betekent het ook wel, ja, dat sommige vleierijen wel erg overdreven zijn. Erg brutaal dat je dat zomaar durft te zeggen, zo nep als het ware, zo valse eerbied, dat je er gewoon echt beter van wil worden. Dus dan kan het ook atritus genoemd worden. Dus in ieder geval, maar jullie komen nu voor niks naar mij toe, want dicturus dominum deumque non sum. Ik ben niet dicturus van plan om te zeggen wat dan Heer en God. Dit is een PFA van Diekeren, en dat vertaal je natuurlijk als van plan om te zeggen, en non sum ben ik dus niet. En deze Heer en God, ja, die term Dominus Deus, die hoort bij de keizer Domitianus. Die wilde waarschijnlijk zo genoemd worden. En dan zien we natuurlijk een mooie alliteratie. Dicturus Dominumque, Dominum Deumque, allemaal die D's aan het begin. In ieder geval zegt Martialis hier, ik ga geen Dominus Deus meer zeggen. Waarom niet? Nou, dat gaat hij natuurlijk eventjes uitleggen. Dit moet natuurlijk gelezen worden als zijnde het feit dat Domitianus is geen keizer meer. Die is dood. Dus dat hoeft niet meer. En hij legt het als volgt uit. Jam non est locus hac in urbe vobis. Jam non, non jam betekent niet meer. Is er een plaats hac in urbe. We lezen het als in hac urbe. Dus in deze stad. Vobis. Voor jullie. Dit is een dativus van vos. Van jullie. Er is geen plaats meer in deze stad voor jullie. Oftewel, hier in Rome zeggen we dat soort vleiende dingen allemaal niet meer tegen de keizer. Ad partos proculite pileatus et turpes humilesque supplicesque pictorum solabasiate regum. Ga, in principe is meervoud, ver weg naar de Pileati Parten. Nou, de Parten zijn een volk in het oosten, beschouwd als barbaren, die door een despoot bestuurd werden. Pileatus wil zeggen met een vilten muts. Een muts van vilt gemaakt, weer dat pluizige spul. Teken van Oosterse kledij, of misschien was het ook een tulband die de Parten op hun hoofd hadden. Ga daar maar naartoe, want die hebben een despoot die geprezen wil worden, die gevleid wil worden. Dat is de connotatie, is de suggestie. En turpes, schandelijk. En humiles, nederig. En supplices, en smekend. Basiate, in principe is meervoud ook niet van basiate, dat betekent kussen. En kus daar dan de sola. Nou, dat kan heel veel dingen betekenen, maar hier gaat het wel echt om de voetzolen. In het Nederlands woord zolen is afgeleid. Hè? De schoenzolen van de pictorum regum. Dat is een genitief meervoud. Van de, ja, geschilderde, de bontgekleurde
koningen. Regum van Rex. Geen tips meer van. Dus hoezo bont gekleurde? Nou, omdat ze van die hele dure kleding aan hadden, waar purper in zat en allerlei andere vreselijk dure kleurstoffen. Dat kan natuurlijk alleen maar omdat zij natuurlijk een despoten zijn, dat zij al de rijkdom van het land eigenlijk zichzelf toe-eigenen en daarmee dus onwijs dure spullen kunnen kopen. En die wilden ook daarmee onwijs opscheppen. En dat past natuurlijk totaal niet bij de klassieke Romeinse moraal, alhoewel purper wel redelijk gemeengoed wat was voor de senatoren, maar al die andere dingen en kleuren niet. Dus allerlei dingen die Pileato's en Pictorum en ook deze eigenschappen van de Blanditiae, dat past allemaal bij arrogante Oosterse koning. Ga die maar lekker verleiden. Hier in Rome doen we dat niet meer. Vroeger natuurlijk wel, hè, toen Domitianus nog koning was, toen, of wel keizer, kan je nagaan, hij lijkt meer op een koning eigenlijk. Hè. Toen was dat natuurlijk nog wel aan de orde, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Want dan zegt hij inderdaad, non est hic dominus sed imperator, sed justissimus omnium senator, per quem de stygia domo reducta cicis rustica veritas capillis. Hier, hic, betekent hier echt hier, non est hic. Het kan niet zijn deze, dat zou raar zijn. Dus niet is hier een dominus, een heer, maar een imperator. Dat is een militaire leider, hè? Een veldheer. Maar, wij zouden liever verwachten en, dat werkt beter, want dit is ook een contrast met, dat, met het voorafgaande. Met het non is tegen dominus. Maar, en is hier dus een senator, de rechtvaardigste, superlatibus, omnium van allen. Geen die meer fout. De rechtsvaardigste senator van allen. Dus onze keizer, Trajanus, wordt een imperator genoemd. Dat snappen we, hè? De veldheer, de leider van alle legers. Maar hij wordt ook senator genoemd. Hij is eigenlijk gewoon een van de senatoren. Zo'n primus inter pares. Hè? Eerst onder zijn gelijken, als het ware. Beetje terug naar de idee zoals Augustus het keizerrijk ooit op had gezet met de façade van de republiek nog intact, waarin hij de belangrijkste senator van allemaal was. Goed, die dus, senator, imperator, per quem, door wie, ja, via wie als het ware, of met, ja, ik zeg letterlijk maar even door wie, maar het is niet dat hij het zelf gedaan heeft, maar vanwege wie misschien beter, de veritas, de waarheid, reducta est, teruggebracht is, hè, van PPP van reducere, de stygia domo, vanuit het stygische huis, en het stygische huis, dat is het huis van de Styx. En de Styx is de rivier in de onderwereld. Hè? Dus dat is, gaat over de onderwereld. Dus uit de dood eigenlijk, metaforisch bedoeld. Dus door wie de waarheid uit de onderwereld, even heel vrij vertaald, het Stygische huis, is teruggebracht. Rustica staat er nog bij. Hè? Dus simpel, landelijk. Dus niet zo heel erg verfijnd of zo, maar de simpele waarheid, de landelijke waarheid, is teruggebracht. Sicis capillis, met droge haren. Nou, denk nog even aan een ander gedicht wat we gelezen hebben. Daar ging het over een feest waar mensen met natte haren, dat wil zeggen met geparfumeerde haren, ze deden reukwater in hun haar, aankwamen en daar gingen feesten. Dus dat was een soort van deo of parfum eigenlijk. Maar deze waarheid, gepersonifieerde waarheid is ook personificatie, die heeft dat niet. Dus die heeft geen parfum, die heeft geen opsmuk, die heeft geen make-up op of zo. Het is gewoon zuiver, simpele, eerlijke waarheid. Oprechtheid gaat het om. Dat is het beeld wat hier opkomt. Een soort symbool voor de oprechtheid. Die is teruggebracht vanuit de dood door Trajanus. Want hoezo dood? Nou, hij was weg, die waarheid, die oprechtheid. Want eerst was hij er niet toen Domitianus eerste. Toen kon je niet alles zeggen wat je wou. Maar nu is het er dus weer, want je kunt nu gewoon zeggen wat je wil. En je kunt oprecht iemand, niet altijd te vleien, want altijd oprecht tegen de heerser zijn. Dus zegt hij het volgende. Hoc su principis sapis caveto verbis Roma prioribus loquaris. Onder deze princeps, jawel, leider zou je kunnen zeggen, hè, dus dat is de eerste persoon van de senaat, van de staat, dat is een nieuwe term, we hebben imperator gehad, we hebben senator gehad, we nu princeps, derde term eigenlijk voor Trajanus, hier zo. Onder deze princeps, si sapis, als je verstandig bent, als je slim bent,
Caveto, ook weer zo'n imperativus van het toekomstige tijd. Dat betekent dus zoiets als pas op dat niet. En dan is het woordje nee, er hoort er eigenlijk altijd bij. Want er komt de conjunctivus achter, dat is loquaris. Maar dat nee is weggelaten, dat laten ze ook wel. Ja, dat laten ze vaak weg, dat kan je gewoon doen. Pas op dat je niet spreekt, loquaris, de ris is de jij-vorm. Dat je niet spreekt verbis prioribus. Met ablatives, met woorden, prioribus, prior betekent vorig of zo, met vroegere woorden, met vorige woorden, met woorden van vroeger. Rome wordt hier aangesproken. De mensen van Rome moeten niet meer zo vlijend gaan spreken tegen Trajanus, zoals ze spraken tegen Domitianus, want dat is niet meer mogelijk. Nou, dit is natuurlijk een hele slimme manier eigenlijk om Trajanus te vlijen, want hij zegt nu, ja, er is nu waarheid teruggekeerd in de stad. En dus alles lof die nu uitgesproken mocht worden, waaronder natuurlijk dit gedicht ook, die is gewoon waar. Dat is geen vlijerij meer. En hij zet natuurlijk een enorm contrast neer tussen Trajanus en Domitianus. Trajanus een veel betere leider is dan Domitianus. Maar dat mogen duidelijk zijn. Goed, tot zover dit vlijende gedichtje ten opzichte van Trajanus. Hierna gaan we nog eentje doen over Nerva. Tot dan.